Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 5 september. Iedere dag is een nieuwe dag. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Psalm 118, vers 24. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we juichen en ons verheugen. God wil dat we vreugde hebben in ons gewone dagelijks leven van elke dag, zelfs op de slechtste dagen. Er waren momenten in mijn leven dat ik tegen iedere dag opzag. Het enige waaraan ik kon denken waren mijn omstandigheden, mezelf afvragend hoe Dave en ik de rekeningen konden betalen of hoe we alles wat we moesten doen af zouden kunnen krijgen. Soms wilde ik de dekens over mijn hoofd heen trekken en gewoon in bed blijven liggen. Ik werd zo in beslag genomen door mij zorgen te maken dat ik volledig de kern miste. God had een nieuwe dag gemaakt en Hij maakte het zodat ik ervan kon genieten. Elke dag kunnen er allerlei situaties ontstaan die je boos kunnen maken. Dingen zoals je sleutels kwijtraken of in de file staan. Maar je kunt ervoor kiezen om rustig te blijven en in controle te zijn, te midden van alle gebeurtenissen. Als we onze gedachten niet op onszelf richten of op onze omstandigheden en onze focus op God en het liefhebben van anderen richten, dan omarmen we een houding die Hem eert en stelt ons in staat om elke dag te zien als een geweldig nieuw geschenk van God. Laten we samen bidden. Heere God, dank U voor het geschenk van een nieuwe dag. In plaats van mij te richten op de frustrerende dingen in het leven, verkies ik om rustig te blijven en me te verheugen en blij te zijn in U. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.